Hier zijn we dan eindelijk weer eens een keer met een brief van Seneca aan Lucilius. Een brief die begint met veel vragen, vandaar dit gedownloade plaatje met de vraagtekentjes erin. En die ook wat vragen oproept, met name omdat hij corrupt is. Op sommige plekken althans. Nou, corrupt wil zeggen dat we de tekst niet helemaal goed weten. Dat wordt hier aangegeven door die sterretjes. Verderop in die brief komt nog zo'n passage met sterretjes. Dat wil zeggen dat er daar van alles en nog wat aangevuld kan worden. Wat in de overlevering niet of niet helemaal goed is doorgekomen. En waar wetenschappers zich dus erg op richten om dat fatsoenlijk in te kunnen vullen. Het fijnste met zo'n passage vind ik altijd, laat je fantasie niet te veel werken. Laat hem gewoon open. En ga vertalen en vul daarna maar iets in wat daar kan. Ook niet iets invullen qua vertalen, maar interpreteren dan. Iets omschrijven is dan het beste. Want je weet toch niet wat daar in die tekst exact heeft gestaan. Het begint sowieso, die brief van Lucilius, met een probleem waar die Lucilius tegenaan is gelopen. Waar Seneca blijkbaar van op de hoogte is. En dus stelt Seneca hier een aantal vragen aan hem. We beginnen met ubi, ubi, ubi. Waar? En de structuur van die vraag is heel simpel. Er zijn er drie achter elkaar, dus wat mij betreft noem je dit een herhaling of een anafoor. Of eventueel nog een herhaling in de vorm van een tricolon. Dat zijn namelijk drie keer een kolon. Waar is? Er staat nergens een werkwoord, dus ik vul is aan. Heb ik alleen nog die nominativi nodig? Nou, dat is in dit geval illa prudentia tua. Die voorzichtigheid letterlijk van jou. Waar is die voorzichtigheid van jou? Of wijsheid, zo je wil. Waar is die verfijndheid, de subtilitas? Dit is een nominativus, geen accusativus meervoud, want dit is een woord van groep 3. Subtilitas, subtilitatis als genitivus. En magnitudo, ook een nominativus, magnitudinis als genitivus grootsheid. Dus drie dingen, prudentia, subtilitas, magnitudo. Dat zijn eigenlijk drie positieve kenmerken van een persoonlijkheid. Wijsheid, verfijndheid en grootheid. En dan heb ik nog die wijsheid in despiciendis rebus. Dat is natuurlijk een gerundivum. Zie ik aan de uitgang is, maar zie ik ook aan het feit dat hij hoort bij rebus. Letterlijk staat daar in doorzienbare zaken. Mag natuurlijk ook vertalen om zaken te doorzien. Waar is de verfijndheid om zaken te doorzien? Naar jouw inzicht, waar is dat nou gebleven? En tot de slotvraag, tam pusilla teres tangit. Raakt een zo kleine, zo nietige zaak jou? Res is vrouwelijk, al die woorden op S zijn vrouwelijk. Van die declinatie 5. Dan heb ik deze vragen gehad. Wat is er namelijk gebeurd? Dat komt pas later in deze paragraaf 1. Dat is deze. Servi occupationes tuas occasionem fugae putaverunt. Occupationes is accusativus, dat zie ik aan tuas. Occasionem is ook accusativus, dat zie ik aan m. En dus ga ik putaverunt zo vertalen, beschouwen als iets, beschouwen als iets. Servi is nominativus, de slaven, jouw slaven, beschouwden tuas occupationes, jouw bezigheden, als een gelegenheid voor de vlucht. Dit is een genitivus objectivus. Als je dat moeite hebt met zo'n genitivus te vertalen, dan kun je dat ook gewoon door voor het zelfstandig naamwoord zeggen, als een vluchtgelegenheid. Dan vertaal je namelijk automatisch een genitivus oké. Broedermoord is namelijk in het Latijn bijvoorbeeld de moord van de broer. Maar als je dat vertaalt, dan wil dat zeggen dat hij een broer aan het moorden is. En broedermoord is dat wil zeggen dat er iemand, dat je een broer vermoord wordt. Dus die genitivus, die plak je dan gewoon vast. Dat is een soort bepaling aan het zelfstandige naamwoord. Vluchtgelegenheid. En die slaven, die zijn er vandoor. Ja, dat is sneu. Nou, dan kom ik bij die corrupte passage, die ik hier even uit heb
legt. Ik begin maar gewoon met Siamiki de Kieperent vooraan. Als vrienden jou bedrogen. De Kieperent is een conjunctivus. He, als vrienden jou dan al bedrogen, he, zouden hebben bedrogen. Dan krijg ik een zin in tussen haakjes, dus die laat ik even weg. Die is ook sowieso wat lastiger, omdat hier staat habeant, conjunctivus, vocentur, conjunctivus. Dan komt die corrupte passage, omnibus rebus tuis desunt illi. Dan doe ik dit maar als eerste. In al jouw zaken ontbreken zij. Het rare is dan natuurlijk dat hier een conjunctivus staat en daar een indicativus. Daar kom ik straks op terug hoor. In al jouw zaken ontbreken zij. Nou, en die zij die worden verder toegelicht met die zin met qui. Qui et conterebant. Et te credebant. Die twee dingen deden. Die conterebant, die stukwreven. En die credebant, en die geloofden. Nou, wat geven zij stuk? Dat is natuurlijk een accusativus. Tuam operam. Dus dit komt van opera, jouw inspanningen, jouw moeite, stuk wreven. En die geloofden, en dan komt er een ACI, dat jij molestum esse was, dat jij lastig was voor anderen. En dus, die slaven zijn weggelopen en je hebt nou geen last meer van mensen die jouw inspanningen te niet doen en mensen die geloven dat jij lastig bent. Dus eigenlijk ben maar blij dat ze weg zijn. Nu krijg ik die als vrienden jou bedrogen als inleiding. Dat vrienden, dat is waar Seneca in dit stukje op hamert. Vrienden, zijn het wel vrienden als ze weglopen? En dat is wat in die tussenzin staat. Habeant enem, sane novenem. Habeant conjunctivus, vocentur conjunctivus. Laten zij hebben, en vocentur, a wordt e, laten zij genoemd worden. Nou, laten zij dan immers inderdaad die naam hebben. Welke naam? Namelijk vrienden. Hij gunnen maar die naam. Laten ze die naam maar hebben. Ze kunnen maar de naam vriend te zijn. De naam, en dat legt hij verder uit in dit kortzintje, quod illis noster error, en noster error is dan onderwerp, want dat is nominativus, die onze dwaling, syntax error op de computer, dat was vroeger in de jaren 80, kreeg ik dat nog wel eens in beeld, syntax error, dwaling, en dan is de computer maakt geen fout, nee, hij is aan dwalen, die onze dwaling, illis, aan hen, imposuit opgelegd heeft. Dus wij hebben hun onterecht vrienden genoemd, staat hier. En laten zij dan maar zo genoemd worden. Quod turpius non sint. Ja, nog een keer conjunctief is echt heel misselijk. Opdat zij dus zijn, quod turpius, het des te schandelijker niet zijn. En laten zij maar vrienden genoemd worden, opdat zij het des te schandelijker niet zijn. Die zin loopt dus niet verder. Als vrienden jou bedrogen, en dan een dan zijn zij die naam misschien niet eens waard. Zou hier op die puntjes kunnen hebben gestaan. En nou, in alle zaken ontbreken mensen waar je alleen maar eigenlijk last van hebt. En als je deze passage hebt, dan heb je dus de openingspassage van die brief, die in dit geval redelijk lastig is, ook door die corrupte passage, die conjunctives vormen, en dit is eigenlijk een beetje, ja, al is deze brief wereldberoemd, kan ik me voorstellen dat je aan het begin een beetje ontgoocheld raakt, en misschien gedemotiveerd raakt door het feit dat hij zo ingewikkeld in elkaar zit, maar er is hoop, het wordt makkelijker straks.